Exposed! Wouter zijn sekstape. Oh my god. Heb ik een sekstape? Who knows? Google het, zou ik zeggen. Yo mensen van Dodo en welkom op deze prachtige dag in het weekend. Yeah! Bij een nieuwe Dodo Survival! Hallo! Het ziet echt zo raar uit. Oké, we hebben superleuke nieuwtjes vandaag, want we gaan een quiz houden. Yes, maar voordat we dat doen, moeten we even uitleggen waarom jij geen beeld hebt. Oh, ja. Want dat vergeten we altijd, want dan hebben we het erover gehad en dan doen we het. Ja, precies. Dat dus. Maar dat komt omdat er iets mis is met de webcam. We weten niet precies wat. Of het is de driver of het is het ding zelf. Dus we proberen het zo snel mogelijk op te lossen. En hopelijk hebben we de volgende aflevering wel gewoon weer beeld. Alleen vandaag niet. Dus moeten jullie het doen met mij. Maar ik weet, jullie vinden dat absoluut geen probleem. Nee. Gewoon, weet je, even 25 minuten lang naar mij kijken. Oh yeah. Wie wil dat nou niet? Iedereen wil dat. Wel, toch? Ja, wel. Ja, oké, okay, ja. Maar inderdaad, we hebben vandaag quizzes en we hebben nog veel te doen. Nee, het is eigenlijk geen quiz. Het is, het heet vier verboden woorden. Vier verboden woorden. Oké, okay, gaan we in de tussentijd de farm vergroten? Want mensen waren heel boos dat we dat niet gedaan hadden. Uh-oh, voor de koetjes. Want de koetjes die hebben nog steeds geen plekje. Die hebben alleen maar op ons grasveldje. Oh ja, dat is waar. En we hebben eigenlijk ook helemaal geen, die varkens. Iemand had het huis opgeblazen. Toen ze in de chest keek. Frank. Oké, okay, wat hebben we daar allemaal voor nodig? Ik heb 80 houtjes. Hekjes. Hekjes, hakjes? Hakjes, hekjes. Laten we lekker eerst gaan slapen. Oké. Okay. Oh, lekker gezellig samen. Hè? Ja, kunnen wij trouwens de 1500 likes halen? Come on, guys. Gisteren hadden we de 1447. Oh. Dus we come on. Dat niet. We kunnen het. Ja. We kunnen het. En ik hoop dat jullie het ook nog steeds leuk vinden. Laat even weten of je de serie nog leuk vindt. En of we het inderdaad gewoon dagelijks moeten doorzetten. Laat het even achter in de comments. Ik ben heel benieuwd. En ja, ik ga even wat hekjes neerzetten, denk ik dan. Oké. Okay. Schatje, weet jij hoe je glowstone... Ah! Ik heb glowstone gemaakt. Zo cool. Die kunnen we inzetten om de schatkamer op een mooie manier te verlichten. Yes. Even kijken. Oh, dit ziet er echt super tof uit. Oké, okay, ik kom eraan. Willen we de farm eigenlijk doen? Ja, want die zouden we hier achter doen, toch? Ja, maar aan de andere kant vind ik het ook wel fijn om gewoon een privé achtertuin te hebben. Waar niet de hele tijd koetjes naar mijn koetje kijken. Oké. Okay. Naar mijn koetje koetje. Ben ik je koetje koetje? Oh, nee. Ik dacht eigenlijk mijn billen. Is dat niet iets... Noem je niet je billen je koetje koetje? Noem jij je billen koetje koetje? Nee, dat is echt super raar als iemand dat zou doen. Ja, ik wou net zeggen, dan ben je echt heel vreemd als je dat doet. Oh. Oké, okay, maar okay. Alle koetje koetjes aside. Ja, waar gaan we dat maken? Want als we dat hebben, dan kunnen we beginnen. Ik denk eigenlijk dat we deze berg hier gewoon moeten platgooien. Nee, ik hou niet van dat je een berg gaat platgooien. Want ik vind juist altijd, het houdt iets heel natuurlijks. Kijk, dit is puur natuur. Als je kijkt naar die boom, dan is dat gewoon puur natuur. Oké, okay, we gaan geen bergen plat gooien. Moeten we het dan niet gewoon doen waar het nu staat, maar dan fancy? Ja, dat is wel een goeie. Gewoon iets groter. Ja. Oké, okay, cool, cool. Dus dan... Ja, hier kunnen we denk ik wel wat weghalen. Want dit kan gewoon... Dit is niet een hele grote berg ja, of zo. Ja, mee eens. Oké, okay. Hebben we nog... Ik moet even een schepje scoren. Ik heb er wel eentje. Zullen we dit gewoon weghalen? Ja, oké. Okay. Ja, maar probeer het een beetje natuurlijk over te laten. Nee, ik ga het heel erg doen alsof het heel onnatuurlijk is. Oké, okay, dat is goed. Dat is perfect. Ja, toch? Ja. Kunnen we dit niet met TNT doen? Dat is een stuk sneller. Ja, het zal vast wel binnenkort nog een keer gebeuren, schatje. Oh, nee, echt niet. Je mag gewoon niet meer pranken. Oh. Maar jongens, we gaan de verboden woorden doen. Ja, leg even het concept uit. Ja. Het komt erop neer. Ik heb hier allerlei kaartjes. Mm-hmm. En daar staan namen op van fictieve mensen. Dus, mensen of echte die niet bestaan. Mensen.
Ja, dus bijvoorbeeld Cookie Monster is een fictief persoon. Een personage. Maar het kunnen ook echte mensen zijn zoals... Brad Pitt. Selena Gomez of zo. Weet je wel? Dus het zijn sowieso personages. Mm-hmm. Of acteurs of zangeressen of wat dan ook. Ja. En daar staan 4 verboden woorden bij. Die ik niet mag zeggen. Aha. Om het jou te laten raden. Dus ik ga die persoon proberen te beschrijven. Zodat jij die persoon zo snel mogelijk kan raden. Maar er staan dus 4 woorden op het kaartje. Die ik absoluut niet mag gebruiken om die persoon uit te leggen. Oké, dus geef eens een voorbeeld. Nou, stel je hebt Cookie Monster. Heb ik hier op mijn blaadje staan. Ja, dan moet ik dus Cookie Monster uiteindelijk zien te raden. Ja, maar dan staat er dus bij mij op het kaartje Sesamstraat. Ja, dan mag je dus allemaal niet zeggen. Inderdaad. Dus dan wordt het ineens een stuk lastiger om Cookie Monster te gaan beschrijven. Dus dan moet ik zeggen, het is een personage van een kinderserie. Aha. En hij werkt heel veel samen met Tommy en Innie Minnie. Oké, ja. Zoiets. Dus dan moet ik het gewoon zo goed mogelijk zien te omschrijven. Oké. Ik ben er klaar voor. Ben je er klaar voor? Ja, helemaal. Oké. Soort van. Even kijken, we beginnen met de eerste. Oké. Dat klinkt alsof die heel makkelijk is. Ja, hij is heel makkelijk, want het enige wat ik hoef te zeggen, ik heb zijn billen gepost op Twitter. Oh, Justin Bieber. Ja. Oh god, ja, dat is wel echt iets wat jij doet. Ja, hij had een Instagram foto geplaatst vorige week en met zijn billetjes. Mm-hmm, met zijn billen bloot. Maar goed, zeg maar, de verboden woorden waren zanger, tieneridool, ja. Canadees en ja, baby. Dat denk ik aan mezelf. Tieneridool, blote billen, alles. Populair bij de vrouwtjes. Nou, echt. Oké, nou, boom, dat is 1. Yes, je hebt hem al echt super snel. Maar goed, dat was ik wel. Wij hebben natuurlijk ook superveel dingen die we samen deden. Dus voor ons is het denk ik best wel makkelijk om... Ja, maar je hebt vast ook wel wat moeilijkere ertussen zitten. Oké. Ik ben ondertussen alles aan het uitbreiden. Oké, de volgende. Ja. Het is een vrouw. Ja. En ze is Amerikaans. Ja. Moet ik al raden? Ze wordt altijd voor paard uitgemaakt. Oh, hoe heet zij? Met haar hoofd. Ja, en haar personage heet Carrie Bradshaw. In een bepaalde bekende vrouwenserie. Ja, iets van iets wat jij kijkt. Blabla, Sex in the City. Ja, maar het gaat om die vrouw, hè? Ja, oké. Oh ja, ik weet het. Je hebt altijd dan laat je zo'n op internet laatst zo'n plaatje zien met haar en dan zo'n paardenkop ernaast. Ja, super lullig. Oh, god. Ja. Kom op, schatje. Shit, ja, ik hoe weet haar naam niet. Weer? Jawel. Als je het hoort, dan denk je, oh. Ja, vast wel, maar ik hoor het niet. Ofwel, schreeuwt iemand vanaf beneden. Nee, oké. Geef me eens een... Doe haar naam in. Jezus, wat een lange naam. Ja, daar schiet je niet heel veel mee op. Het was niet iets van Witherspoon, toch? Nee. Nou, daar is ook een meme van. Witherspoon without her spoon. Oh shit, ik weet dat echt niet, schatje. Nee? Nee. Oh. Mag ik een eerste iets meer, zeg maar? Oh shit! Wat? Ik heb... Huh? Wat is er? Oh, hier. Wat? Ik heb per ongeluk de dingen eraf gehaald. Als je daar een blok op plaatst, dan gaat het weg. Oh. Ander. Handig. Even kijken. Ja, wat voor hint kan ik je geven? Ik pak even wat armen. Daarachter nou? Ja. Jeetje, dit is echt heel erg lastig. Oh, ja, zo, er komt even iets langs racen. Ja, een autootje. Flink autootje. Haar achternaam? Heeft, zeg maar, je hebt bij een bos vaak een gedeelte... Nee, een ander woord voor bos. Forest? Nee. Of in Nederlands? Ja, in Nederlands. En je gaat met z'n allen zitten in een... In een zomer. Nee. In een park? Ja.
Is dat de voor- of achternaam? Achternaam. Parkinson. Nee. Geen idee, schatje. Oh, je hoort echt helemaal niks. Oké, nou ja, deze mag je me geven dan. Ja? Ja. Sarah Jessica Parker. Oh ja, maar dat had ik echt nooit kunnen raden. Nee? Nee, echt niet. Ja, lief. Nee, echt niet. Oh. Alleen als je een plaatje had laten zien, dan kunnen ze zeggen... Ah, dat is die vrouw die op een paard lijkt. Oh, het echt leuk. Sarah Jessica Parker. Nee, maar ik heb ook nooit die serie gekeken. Ja, maar dat maakt niet uit. Maar goed, nou, oké, okay, volgende. Oké, okay, oké. Okay. Volgende. Oké. Okay. Hij heeft een café in Blaricum. Oh, Gordon! Yay! Dan moeten we nog een keer langs. Ja, en zijn verboden woorden waren zanger, presentator, Los Angeles, The Voices en toppers. Toppertje. Maar die was wel heel snel. Ja, klopt, ja. Even kijken. Oké, de volgende is... het is een Amerikaanse vrouw. Ja. Ze heeft altijd van die hondjes in haar tasje. Oh, Paris Hilton. Yes. Yes. Even kijken. Ja. Zij was vriendinnetje van Afrojack. Ja, want dat is een verboden woord. Oh, echt? Ja, want wow. Het was rijk is een verboden woord. Blond, okay. Schandaal en Afrojack. Ah. Maar schandaal, heeft dat te maken met een sekstape? Haar sekstape? Ja, was ze daar niet bekend mee geworden? Dat zou best wel kunnen. Maar ja, wie is tegenwoordig niet bekend geworden met een sekstape, toch? Ben jij bekend geworden met een sekstape? Dat wist je niet. Exposed! Wouter zijn sekstape! Oh my god. Heb ik een sekstape? Who knows? Google het, zou ik zeggen. Oh my god. Zoveel mensen die dat nu gaan googlen. Ik durf niet. Ik ga het niet doen. Nee, durf jij niet te googlen? Nee. Oké, okay, ik zou het ook niet doen. Even kijken. Volgende. Ik ben wel benieuwd. Oké, okay, ja. Oké, het is... even kijken. Mag ik dit zeggen? Ja, er zijn stripboeken van hem gemaakt. Oké. Hij hoort bij Marvel. Ja. Spider-Man? Yes! Wow! Spider-Man! Boom! Lekker bezig. Dank en dat was Spin, Parker, superheld en film waren de verboden woorden. Ah. Je had ook kunnen zeggen, hij schiet wit spul uit zijn handen. Ja, dat is waar. Dat had ik het ook wel kunnen laten. Ja, maar het is wel duidelijk. Yo, er zit hier een kip door de muur heen te kijken, hè? Kip? Ja, kip. Ik weet nou niet precies, ik ben nu alles een beetje aan het vergroten. Ik heb de schapen, die zijn echt een heel stuk groter. Ja. Maar... Ja, wat willen we voor de rest nog groter maken? Ik denk de paarden op zich. Wacht, ik kom er snel aan. Ja, en de koetjes moeten een eigen plek krijgen. Zo, ja, ik maak het hier eerst voor de paarden even wat groter. Oh. Oké, volgende. Yes! Oh jeetje, dit is echt heel erg lastig. Is het moeilijk? Ja. Het heeft te maken met... het staat vaak op lunchdoosjes van meisjes. Kleine kindjes. Is het een doodle? Wat is een doodle? Nijntje? Daar is de tegenhanger ervan. De tegenhanger? Sinds wanneer heeft een Nijntje een tegenhanger? Nou ja, tegenhanger, ja, dat is misschien... Een aartsvijand. Ja. Oké. Okay. Maar je hebt inderdaad de mensen die van Nijntje houden of van... Spider-Man? I don't know. Nijntje of Winnie de Pooh? Nee, het is ook een meisjesding. Een meisjesding. Ja, waarom vraag je mij meisjesdingen? Sex ja, in the city? wat heeft een meisje op haar doosje? Lunchdoosje? Weet ik toch niet? Jawel. Oké, wat heb je? Je hebt Nijntje. Ja. En het is dus iets getekend. Ja. Waar lijkt het op? Ja, dat mag ik niet zeggen. Dat is een verboden woord. Ja, maar je kan toch wel... Is het een dier? Ja. Oké. Is het een groot dier? Nee. Is het een klein dier? Ja. Is het een muis? Nee. Daar heeft het wel mee te maken. Is het een rat? Nee. Is het... muizen, zeg maar de vijand van een muis is een kat.
Hey. Het is dus een katachtig persoon, beest. Ja. Het is dus een kat. Ja. Oh, Garfield. Nee. Oh. Dat is toch geen meisjesding? I don't know. Ik weet niet wat meisjes doen. Kom op, denk na. Het heeft heel veel... Ja, ik mag het allemaal niet zeggen. Het is zo moeilijk. Ja, wat kan ik nog meer voor inschrijven? Het lijkt een beetje kawaii. Oké. Het is heel schattig. Ja. Oh my god, je weet het echt niet, hè? Nee. Oh. Heb jij weed toevallig even tussendoor? Nee. Oké, dan ga ik ergens anders zoeken. Doei. Later. Een kat die heel schattig is. Ja. Oh, echt, die kijkers, jongen, die zijn aan het huilen nu. Wat dan? Die weten het al lang. Ja, misschien staat het in beeld. Oh ja. Of misschien ook niet, dat weet ik niet. Ik weet niet of ik dat ga editen. Meestal vergeet ik dat. Ja, ik weet het niet. Oké, wil je hem opgeven? Nee. Ik geef nooit op. Wij zijn Zeus en we stoppen nooit. Let's go. Maar ik heb wel meer tips nodig. En ik heb zaad nodig. Het is ook, zeg maar, het voorste gedeelte van de naam is ook een liedje van Adele wat heel erg bekend is. Hello. Is het Hello? Hello Kitty of zo. Yes! Oh wow, die had ik echt nooit kunnen raden. God damn it. Nice baby, we hebben hem. Yay! Oké, volgende. We hebben... Waar zal het wheat heen? Oh, dat heb ik allemaal in broden gemaakt. Shizzle. Hij zegt altijd, it's a me. Mario. There we go. Lekker. Kijk, die ken ik wel. Dat was Super Mario. En verboden woorden waren videospel, Nintendo, loodgieter en snor. Snor? Snor. Oké, de laatste. De laatste alweer? Yes. De spanning. Even kijken, het is een man. Ja. Rick Broers. Nee. Oh shit. Ja, jeetje, ik wil allemaal dingen zeggen die ik helemaal niet mag zeggen. Hij zat eerst in een boyband. Robbie Williams. Nee. Hij is nu solo. Zane. Nee. Oh. Yo, dat waren wel goede gokken, though. Ja, zeker. Hij had krulletjes, maar dat heeft hij volgens mij nu niet meer. Nick Jonas. Nee. Hé, maar die klopt ook. Ja. Damn. Volgens mij heeft hij verkering gehad met... Patricia Pai. Nee, met zo'n blonde. Hoe heet ze nou? Britney Spears. Nee. Heidi Klum. Nee. Jamai. Nee. Hij heeft ook samengewerkt met Pharrell Williams. Daar heeft hij een van zijn eerste liedjes meegemaakt. Oh, is het die dude van Blurred Lines? Nee. Dat is Robin Williams of zo. Ik weet wie je bedoelt. Nee, ja. Nee, dat is het niet. Oké. Shit, nu hebben we nog steeds geen plek voor de koeien trouwens, maar... Lekker bezig. Hij zat eerst in een boyband en nu niet meer. Hebben we het over de afgelopen 10 jaar, afgelopen 20, 30? 10 jaar alweer. De tijd gaat snel. 10 jaar, dus ik heb hem wel echt meegemaakt. Ja. Hij is heel erg bekend. Hij staat denk ik ook wel in de hitlijsten nu. Oh nee. Nee, dat denk ik dan. Hebben we hem gehoord afgelopen weken? Denk het wel. Je denkt het wel. Ja, denk het wel. Oké, kan je me iets meer hints geven dan de jongen die uit een boyband is gestapt? Woe! Iedereen is aan het paren hier. Het is echt een feestie. Zijn achternaam lijkt op een schoenenmerkennaam. Nike? Nee. Het zijn hele grote, logge schoenen. Timberland. Oh yeah.
Zo heet hij ook? Nee. Oh. Ik ben volgens mij echt fucking dom of... Dit is echt best wel lastig. Zeker wanneer je andere dingen aan het doen bent. Het lijkt op zijn achternaam. Ja, Timberland lijkt op Justin Timberlake. Hey, boom! Hey, there we go. Oh, wauw, die is wel echt oud, hoor. Ja? Toch? Nee. Volgens mij wel. Wel? Je had gewoon moeten zeggen... Ja, ik wou eigenlijk zingen... Cry me a river, hey. Ja, dan had ik het in één keer gehad. Ja, daarom. Daarom deed ik het ook niet. Oh, jij zit erbij gewoon expres moeilijk te maken. Jazeker. Oh, oh, oh. Nou, ik heb flinke uitbreidingen gedaan. En we hebben flink wat dingen geraden. Dus ik ben best wel trots op ons. Ik hoop jullie ook. Vond je het nou een leuke aflevering? Vergeet dan niet dat duimpje omhoog te smashen. En vergeet ook zeker niet morgen om 5 uur weer te kijken. Want dan is er natuurlijk een nieuwe aflevering online. En dan wil ik jullie voor nu bedanken. En dan zeg ik geniet nog van je heerlijke weekend. Ga morgen heerlijk weer worden. En pas op met de vrouwtjes. En dan zien we jullie volgende keer weer. Yes, doei! Ciao mensen. Alle mijnen zeggen ja tegen die en die ja. Je swingt met je ex en dan is het raak. Niet stoppen voor het goud, maar recht naar die ja. Mijn paard komt kijken hoe het nu met me gaat. Hey, paard.